3, 2, 1. En let's go, je weet zelf. Dan zijn we weer, Auto Magic in the House. Wat hebben we vandaag? In de aanbieding, special of the week, month, year, whatever. Een eerste editie, want ze kwamen namelijk in 1967, Pontiac Firebird. En niet zomaar een Pontiac Firebird, een originele Pontiac Firebird 400. Zou je zeggen, waar staat die 400 voor? Dat staat voor de inhoud van de motor. 400 cubic inch, 6,6 liter, top of the range, deluxe interieur, elektrische ramen, tiltsteer. Voor de kenners onder ons, dat betekent dat je je stuur zo kan kantelen, dat is tilt. Power disc brakes, stuurbekrachtiging, rembekrachtiging, alles erop en eraan. Nieuw gespoten, mooie torque thrust, 17 inch wheels, 17 inch wielen, in het groen, zeer mooie auto, lopen ze knon, knoert hard, dat je denkt gewoon de straattegels eruit, 400 pk, fully built engine, speciale automaat, althans speciale automaat, originele automaat, TA400, maar wel met mooie speciale spulletjes erin, dus shift, schakelt, lekker hard. Per differentieel, kortom, een kanon voor een geweldige, nette, serieuze, dikke in orde. Dat je denkt, het is niet te geloven, hoe kan het voor de geld? Het is waanzinnig, godverdomme, it's amazing, mate. Prijs, ja, dat je even niet in de war zit. One take, hè? One take, aanbieding, special of the week, een eerste editie, want ze kwamen namelijk in 1967, Pontiac Firebird. Een originele Pontiac Firebird 400, dat staat voor de inhoud van de motor. 400 cubic inch, 6,6 liter, top of the range, deluxe interieur, interieur. Elektrische ramen, tiltsteer, power disc brakes, stuurbekrachtiging, rembekrachtiging, interieur. Nieuw gespoten, mooie torque thrust, 17 inch wheels, 17 inch wielen. Zeer mooie auto, lopen ze knon. 400 pk, fully built engine, speciale automaat, althans speciale automaat, originele automaat, TA400, maar wel met mooie speciale spulletjes erin, dus shift, schakelt, lekker hard, per differentieel. Ja, het is gewoon een plaat van een auto. Het bodywerk, het plaatwerk, de onderkant. Technisch is het een absoluut kanon. Wat ik zeg, het is de duurste editie. Dus ik heb er eigenlijk nog nooit een gehad met elektrische ramen, tiltstuur. Alles is aan opties wat erop kon, zit erop. Dus, ik zou zeggen, kom langs, kom even kijken, kom een bakkie doen. Altijd gezellig, hoef niet per se wat te kopen, kan altijd advies geven. We staan altijd voor je klaar. En anders, see you at the next one.